Dit is de Nederlandse stemmencast van de nieuwe animatiefilm The Croods. Deze week kwamen de acteurs en actrices samen in Amsterdam voor een fotoshoot. Nou, het is ontzettend leuk om hier te zijn vandaag. Dit is een beetje raar natuurlijk dat je zo wordt aangekleed voor een fotoshoot waar je alleen maar de stem bij doet. Maar het is ook heel erg leuk. En het is heel grappig om zo even bezig te zijn. Ik ga deze week pas inspreken, dus we komen alvast een beetje in de stemming. Het grappige is natuurlijk dat je op je stem wordt gecast, maar iedereen lijkt ook echt op het karakter uit de film. Dus het is echt te gek om dit met z'n allen te doen. The Croods gaat over de allereerste familie uit de prehistorie. Als hun grot verwoest wordt, kunnen ze niet anders dan op ontdekkingsreis gaan. Jullie moeten dit echt zien. Ik speel Uga, dat is de moeder van het gezin. Uga is een beetje de speel van het gezin. Een warm mens die de boel heel erg bij elkaar probeert te houden en die daar ook wel vaak in slaagt. Ze heeft een man, Greg, en die ligt nogal overhoop met zijn puberdochter. Maar eigenlijk is het een hele lieve man, maar hij is gewoon echt een, ja, van oerprincipes en gewoon alles dicht bij elkaar. En wat buiten is, is gevaarlijk en hier is het safe. The Croods zijn heel close. Behalve jullie dan. Het is een lompe bullebak, maar volgens mij wel met een heel klein hartje. Als ik in 10 seconden mijn karakter zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen dat Iep een behoorlijk stoere, avontuurlijke en nieuwsgierige meid is. De film is gemaakt door DreamWorks Animation, de studio die ook Shrek, Madagascar en Kung Fu Panda heeft gemaakt. Ik heb even gegild toen ik hoorde dat ik hem was. Ik vind het een eer. En dat je dan ook de Nederlandse versie bent van Nicolas Cage, dat is wel leuk. Wat je wel eens kan hebben bij animatiefilms is dat het heel erg sprookjesachtig is. En dat is natuurlijk allemaal prachtig en leuk en lief. Maar dit heeft gewoon hele goede bijtende humor. The Croods is vanaf 27 maart in de Nederlandse bioscoop te zien, zowel in de Engelstalige als de Nederlandstalige versie. Hey, kijk, deze grot heeft een tong. Echt vet.